eerste live show waar ik Million Lights heb gezongen, vond ik echt super. Ik had sowieso al niet verwacht dat ik door was. Laat staan dat ik de 2x12 punten zou krijgen. En de reacties waren ook echt heel erg leuk. Ik heb zelfs op school van vrienden een taart gekregen. Inclusief kaarsjes die ik uit mocht blazen. En iedereen was heel erg enthousiast en ook heel erg trots. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. En ik heb zelfs nog allemaal verrassingen door de deur gekregen. Allemaal mooie tekeningen en cadeautjes. Ik zal even laten zien. Ik heb een hele plank. Deze plank hebben we altijd in de woonkamer staan. Die is hebben we helemaal volgebouwd met allemaal lieve dingen. Een glitterhoedje. Ik kreeg allemaal lieve tekeningen. En van mijn fans 2 foto's. En die hadden ook 2 knuffeltjes op het podium gegooid, wat ik ook super lief vond. En verder nog bloemen. Een mooie rode roze, een witte. En echt heel veel mooie tekeningen. En het was heel erg overweldigend. Maar ik ben heel erg blij. En ik hoop dat de finale net zo super wordt als de eerste finale. Zaterdag is natuurlijk de grote finale. En wat mijn voorbereidingen zijn, is eigenlijk heel goed slapen. Vooral veel muntthee drinken, want dat vind ik lekker. En gewoon gezond eten. En natuurlijk heel belangrijk, piano spelen en zingen tegelijk. Dus voor. Kijken jullie allemaal zaterdag om 7 uur NPO 3 op Zep? En stemmen natuurlijk, hè? Doei!